They're here. We zijn weer in de bioscoop en dat betekent maar één ding, tijd voor cinema. Deze week praat Lucje bij over een nieuwe Nederlandse release en het Nederlands Filmfestival is nog steeds in volle gang. Daarom ga ik jullie deze week proberen te overtuigen van een controversieel standpunt. Namelijk, goede Nederlandse films bestaan. Sterker nog, ze zijn echt geen uitzondering die een regel bevestigen. Nederland heeft heel veel mooie films gemaakt. Straks praat ik je graag bij over De Zeemeerman, Volle Maan, Sint en Ushi Must Marry. Sorry, geintje, ik ga het wel echt hebben over goede films. Excuses, mevrouw. De renovatie gaat door. Uw klooster wordt dus een wellnessresort. En het kerkhof, dat wordt een parkeerterrein. We zijn verraden door onze eigen kerkleider. We zouden graag bezwaar maken. De kerk kan dat niet meer betalen. Dus zegt u maar hoeveel het is, dan kunnen wij... 8000 euro per maand. Wonderen bestaan. Er is namelijk vanaf deze week in de Nijmeegse bioscopen een echt grappige Nederlandse comedy te zien. Althans, als de makers de kwaliteit van hun vorige film De Marathon weten vast te houden. Zij komen nu met Wonderbroeders. Vijf monniken leven harmonieus in het klooster van Wanrooy, totdat de gemeente er een commercieel wellnessresort van wil maken. De broeders zijn echter niet gediend van de plannen voor deze Turkse stoomzooi. Turkse stoomzooi, dat wordt het. En doen er dan ook alles aan om het tegen te houden. Dan geschiet er een wonder en staan de levens van deze monniken compleet op hun kop. Met onder andere Ton Kas en Thomas Agda in de hoofdrollen belooft deze comedy veel droge, goddelijke humor. Amen. Ik ben zuster Ursula. Uit Blerik. Het is niet meer nodig. Kijk eens, voor de taxi. Een stukje die kant op komt er vanzelf een standplaats. Hooguit 3 kwartier. Ja? In 1997 debuteerden vier zussen met de film Broos. Over een familiebijeenkomst die nogal uit de hand loopt. Voor die film ontvingen ze destijds een gouden kalf. Die film krijgt donderdag een staartje, want dan draait Broos er in de bioscopen. Een van de zussen krijgt in de film te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. En dat is een harde klap voor allemaal. Ze proberen met het immense verdriet om te gaan, tot letterlijk de dood hen scheidt. En inmiddels is Leonor Pauw, de vrouw die in de film ziek wordt, ook echt overleden. En dat maakt dit drama wel enorm indrukwekkend. Jullie zijn met mij meegegaan in dit hele proces. Maar er is nu een moment gekomen dat er niks meer valt te doen. En daarom vind ik het ontzettend fijn dat ik met jullie nog die reis kan maken. En dan trek ik me terug. It all comes and goes. It all comes and goes. All these woes. All these woes. Het was weer druk in de Nijmeegse bioscoop en dat was ook te merken in onze bioscoop top 5. Op nummer 5 de film Bon Dieu, de op 1 na grootste Franse filmhit na Intouchable. Op nummer 4 Boyhood, over een opgroeiende jongen. Op nummer 3 nog steeds in onze bioscoop top 5, A Most Wanted Man, met de laatste volledige rol van Philip Seymour Hoffman. Op nummer 2 Denzel Washington in The Equalizer. En op nummer 1 gehersenspoelde jongeren die als ratten gevangen zitten in een labyrint in de Maze Runner. Regisseur David Fincher bracht ons Seven. Hij bracht ons Fight Club. Hij is de man achter Zodiac en achter The Social Network. En dit keer brengt hij ons Gone Girl. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do
is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. Hoofdrolspeler Ben Affleck is weer helemaal in de gratie. Dit keer speelt hij Nick Dunn, een man wiens vrouw is verdwenen. Op een gegeven moment wordt hij een beetje gezien als de hoofdverdachte, zeker in de ogen van het mediacircus eromheen. De verdwenen vrouw van de titel wordt gespeeld door de altijd fijne Rosamund Pike en dat is ook een mooie rol weggelegd van Neil Patrick Harris. De allereerste reacties van kritische kijkers zijn alvast uitzinnig. Wordt dit misschien de film van het jaar? We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Y'all know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly... Vorige week hadden we het nog over Spoorloos, die hier ook een eervolle vermelding verdient. En natuurlijk is er ook nog het Nederlandse oeuvre van Paul Verhoeven met onder andere Soldaat van Oranje, De Vierde Man en Zwartboek. En oh ja, om karakter kun je eigenlijk ook niet heen. Maar Nederlandse films worden vaak geassocieerd met veel onnodig naakt, platte humor en slecht acteerwerk. Onterecht. Neem bijvoorbeeld De Aanslag van Fons Rademakers, die in 1987 nog een Oscar in de wacht sleepte. Rademakers had al mooie films gemaakt, zoals Dorp aan de Rivier en Als Twee Druppels Water. Dit werd echter de kroon op zijn werk. Rademakers overbrugde heel sterk wat ook al doorschemerde in het bronmateriaal, door roman De Aanslag van Harry Mulisch. In oorlog zijn de grenzen tussen goed en fout niet altijd zo helder als vaak gedacht wordt. In 1992 kwam Alex van Warmerdam's De Noorderlingen in de bioscopen. Een feest van bizarre taferelen passeert de revue in een nieuwbouwdorp in het noorden des lands in de jaren 60. Als een creepy voorbijfietsende Theo van Gogh je niet van je apropos brengt, dan vast wel de gekooide Congolees van het reizende circus. In 2005 verbaasde cabaretier Hans Theeuwen Vriend en Vijand. Ineens zei hij te stoppen met grappen maken en een nieuwe carrière na te schrijven als filmmaker. Sterker nog, zijn eerste film had hij al af. Masterclass is een merkwaardig project. Pierre Massini wordt losgelaten op een echte klas van de toneelschool met Pierre Bokma als aangever. De leerlingacteurs kregen de meest bizar denkbare opdrachten. Pas na de opnames kreeg de groep te horen dat de masterclass in scène was gezet en waar de gemaakte beelden eigenlijk voor waren bedoeld. In 2013 verfilmde Guido van Driel zijn eigen graphic novel, Om elkaar in Dokkum. De titel kreeg echter wel een kleine zwengel, want de film kennen we als De Wederopstanding van een Klootzak. Jorik van Wageningen speelt daarin de gangster Ronnie, die na het overleven van een moordaanslag ineens een stuk milder is geworden. En parallel daaraan loopt het verhaal van de Angolese asielzoeker Eduardo. Hij is totaal anders. Hij is echt ongelooflijk lekker. Hij heeft gewoon iemands leven gered, alsof hij aanvoelde wat er ging gebeuren. Dus als je iemand hoort over hoe slecht die Nederlandse films wel niet zijn, druk ze dan even op het hart dat ze op zijn minst deze films gezien moeten hebben. En Simon, en Matterhorn, de ontmaagding van Eva van Ent, en de zaak MP ook wel, en ja, Cloaca. Zo, we hebben je flink bijgepraat over de nieuwste films die draaien vanaf deze week in de bioscoop. Blijf nog even zitten voor de coming soon trailer van Dumb and Dumber 2. Jim Carrey en Jeff Daniels zijn na 20 jaar terug in hun iconische rollen. Tot volgende week. What if we go track her down? You're hot for my daughter. What? Am I right? What? Am I right? I didn't say. Want to hear the second most annoying sound in the world? Sure. Yeah, that's pretty annoying. No, not that. What the hell are you doing ringing our doorbell like that in the middle of the night? That.
I like her a lot. Oh, check out the hotties at 12 o'clock. That's 3 hours away. Why can't I check him out now? I know she'll appreciate all the trouble you've gone to find her. Let's call her. It's ringing! Whoever this is, we're in the middle of something very important here. This is your dad. What? Hey, guys, I know this is weird timing, but I gotta take this. It's my dead dad. She's got me on hold.